Nou, ik moet u zeggen, sinds 2 jaar geleden bij de verkiezingen is er die keer die Volkspartij opgericht. Paramaribo is opgeschrikt door ons ontstaan, want we hebben duidelijk items aangehaald waarvoor ze geen items, hoe noem je, geen aandacht hadden. Ik noem maar wat, de scholen van die keri, geërconditioneerde scholen, standaardprijzen voor de paddy. We zeggen, luister, die paddyprijs moet standaard zijn. En we dealen gewoon met de 10 molenaars in die keri. Als je bedrijfseconomisch hebt gecalculeerd dat de paddy een prijs heeft van gemiddeld, laten we zeggen, tussen de 75 en 80 SD, dan zal de molenaar daar moeten betalen. Het verschil dat de boeren nog moeten ontvangen, zullen zij moeten betalen. En dat dealen ze met de overheid. De Ikeri Volkspartij zegt, als wij in de regering zijn, dan zullen wij ongetwijfeld het ministerie van LVV opeisen. En wij stellen vast standaardprijzen voor de boeren. Bedrijfseconomisch verantwoord, winstmarge erbij. En het verschil daartussen zullen de molenaars met ons komen regelen. Met de regering komen regelen. En dat zijn 10 of 12 minder molenaars. We gaan niet met 1100 boeren dealen. De molenaars moeten het geld betalen. Gewoon hun geld halen bij de bank. Pijnepran Groman. En kom verder met de overheid dealen. Met 10, 11 man praat je makkelijker dan met 1100 man. Dus dat zijn onze items. Dat zijn nieuwe items. Wat dus bij andere partijen geen enkel ruimte heeft. We praten ook over onze grenswijziging. Onze grenzen, de grenzen van Nikeri lopen tot naar Kwamalasamutu, Tumakumakgebergte. En de Fotomangs hebben ons verkort naar 5000 vierkante kilometer. Nikeri is 65.000 vierkante kilometer groot. Dat zijn onze items. Wat we nu zien is dat Paramaribo is opgeschrikt door onze opvattingen. Mensen worden wakker. Bole bhai tu moi bole tu sachche bole hai. Hum log itna bar kar rahe aur photo mona hum log ke dekha kar le. En geen enkele partij praat erover. Niet de NDP, niet de VHP, niet de NPS, niemand. Dus wij zeggen, dit zijn onze items, hot items waarvan we zeggen, dat moet anders worden, moet veranderen. En u ziet dat onder druk daarvan nu bijzondere belangstelling ontstaat voor Nikeri. Hele parades naar Nikeri komen. En daarvan gedroomd. Dat een parade naar Nikeri komt, militaire parade, 25 november naar Nikeri komt. Niemand had daarvan gedroomd. En niet omdat men zoveel van Nikeri en Nikerianen houdt, maar uit angst voor de groei van de Nikeri Volkspartij. Omdat Nikerianen wakker zijn geworden en hebben gezien wat stedelingen Fotomangs voor ze hebben gedaan. En zoals wij dat zeggen in de partij, never trust a ton man. Never trust a ton man. Zoals de Guyanezen dat zeggen over de jongens uit Georgetown. Never. Ze gaan hier komen, lachen met je. Maar wanneer ze weggaan, willen ze je kukui meenemen. En je doxa meenemen. En je bera meenemen. Meneer Pandey, u geeft aan dat er nooit eerder een parade in Nikeri is gehouden. Dat is mooi en waar. Op 25 november. Maar meneer Desi Bouterse is ook nooit eerder president geweest. Uw reactie hieromtrent? Dat kan best wel. Dat kan best wel, dat hij nooit president was, maar die ontwikkelingen voor Nikeri en laten we zeggen die aandacht voor Nikeri wordt aangewakkerd door onze activiteiten. Wij, Nikeri Volkspartij, prikkelen de mensen in Paramaribo van luister, hoe zit het met onze grenzen? Hoe zit het met onze scholen? Hoe zit het met onze straten? Het is mooi dat ze bij die parade komen, prima. Maar ik hoop ook dat ze die brug bouwen naar Guyana. Wij wachten ook op die brug. En onze landbouwers hier wachten op die brug. Want als de prijzen in die keri, als de molenaars in die keri, de 10 molenaars in die keri, geen goede prijs bieden, dan verkopen ze aan meneer aan de overkant daar. Bij, hoe heet dat? Springlands. Dus, prima. Nu kan je wel zeggen, ja, het is omdat meneer Bouters de aandacht geeft voor die keri. Prima. Maar die aandacht komt omdat wij, de Nikeri Volkspartij, de zaak hebben aangewakkerd van, hé, Fotomangs, jullie hebben ons verwaarloosd, 60 jaar lang, elke keer een mooi verhaal van we gaan dit voor jullie doen en dat voor jullie doen, maar dat gebeurt niet. Ze hebben nu weer beloofd 130 SD aan de boeren. Dat was vorig seizoen. Inmiddels is er een tweede seizoen ingegaan. Als je dus op een gelijkmatige manier calculeert, dan moeten ze nou 260 SD aan de boeren betalen.
En een heleboel boeren verwachten nu, dat hebben ze met mij besproken, dat misschien op 25 november de president zal zeggen, hey, baywa, dik, ja, paisa. Weet je? Ze hopen erop dat op 25 november de president aan hel zal uitkeren. En niet 130, maar 260 SD.